Ik kan gewoon bijna niet meer nadenken. Weet nou je hoofd, man. Ik moet uit. Wij zijn Sjoerd. En we stoppen. Nooit. Yo, dan, wij zijn Sjoerd. En vandaag hebben we weer een lekkere nieuwe video voor jullie. Het is vandaag lekker weer. Dacht ik, laten we eens keer iets soort van extreem doen, weet je. We gaan namelijk met alle ramen dicht in de auto zitten, weet je. Kijken hoe het voelt als er een hond of een kind achter het gelaten in de auto. We gaan in de auto zitten straks. We hebben een cameraatje hangen daar. We hebben een temperatuurmeter in de auto. En we hebben bovenop de auto een temperatuurmeter zitten met de camera. En we gaan kijken hoe lang we het vol gaan houden. En ik hoop dat we niet flauw gaan vallen. Dat gaan we doen, Rieke. Ik heb een nieuwe warm, jongen. Ja, ik ben er klaar voor. Ja. Ik vind het wel een beetje eng, want we hebben helemaal geen ambulancepersoneel of zo. Ja, dat is niet nodig, heel voor zo. Ja, ze vallen allebei flauw en zitten nog steeds in de auto. Echt, hè? Fucker fan. Maar hij loopt van dit. Ja, nou, ik ben benieuwd. Het mooie is, we beginnen al met een graad of 32 in de auto, weet je. Dus nu 32 graden? Ja. Ja, kijk. We staan ook gewoon in de volle zon. Het waait wel een beetje, maar volgens mij maakt het echt geen donder uit. Volgens mij 32 graden hier. 33. Hierboven is heter. Hij zat gewoon hier ergens onder. Oh, het is hier veel koeler hieronder. Ik voel het. Zo, ik voel gewoon bij onze hoofd in. Het is 34 graden en onder is 30 graden hier. Ik heb zo'n fucking hoofd bij je. Ik heb één droge smoel, jongen. Nou, je moet, als je denkt dat je het niet meer trekt, eentje, dan moet je gewoon uitrennen. Nou, dat is wel 140 graden, man. Tijdje. Hey, man. Ik ga helemaal kapot, man. Hey, ik ben klaar weer, man. Ik denk dat ik 37 denk, man. Ik denk dat ik. Als je je baby of je hond of je kat of wat dan ook in de fucking auto had zitten, ik sla echt je ruiten door, jongen. Ik moet echt eruit, man. Ik heb het zelf ervaren nu, weet je. Ik kan niet praten. Het is in de tussentijd 42 graden. Echt niet normaal, man. Het is echt een grap gewoon. Ik kan gewoon bijna niet meer nadenken. Weet het aan je hoofd, man. Ik moet uit. 2. Hé. Het beste gevoel dat ik ooit heb gehad, jongen. Oh, nee. Hey, jongen. Dankjewel voor het kijken naar deze mooie video. Ik ga met een klote in. En dat doen we graag, jongens. Dat is een stuk voor jullie. Ja, weet je wat het is? Je kan niet echt veel doen of zo in de auto, weet je. Ik voel zo'n opluchting, hè. Ik voel echt, ik ben echt wel knap van het rijden gewoon, ja. Kun je nagaan hoe erg een mens lichaam gewoon verkoeling nodig heeft, weet je. Echt, hè. Dat is nu al 29 graden. Wow, holy shit. Snel, jongen. Net als gewoon 40. 42. 42, zelfs. Jongens, tot de volgende keer.